Ik dacht, chill zondag. Oh nee, het komt zoveel. I need to glam. Voor een item van maandag. Over Instagram. Over dat ze likes weg gaan halen waarschijnlijk. Wat ik dus echt geniaal vind. Ik zou het tegen ze, weet je zeker? Want ik sta erachter, maar... Shower time. Ik zit weer outfitjes te kijken. Het is ook wel leuk voor Bali, hè? De enige, dit zit een beetje strak. En dat vind ik altijd, ik zweet heel erg. Dus, I don't know, moet even kijken. Ik vind het wel heel cute. Ik ga deze nu aanhouden voor als ze zo komen filmen. Dus dit is het bovenkantje wat je ziet. Ja. Oh jee, een dag dat ik alleen maar thuis ben. Maken. Ah, soms doe ik het voor de lol, maar dan is het meer voor mezelf. En nu denk ik echt, ah, dan moet ik ook met de camera filmen. Oké, simpele look. Yes. Great. Spritzy spritz. Baywatch moment. Oké. Tanden check. Ik heb bezoek. Op twee. Nee, eerste paasdag toch wel? Ja, eerste paasdag. Altijd aan het werk. Kunnen we aan de zomer? Dit is jullie licht. Oh, dat is ook niet verkeerd, deze ringlamp. Kijk, wat een fancy ringlamp. Oké, we zijn nu nep aan het filmen hoe ik aan het vloggen ben. Kijk, dit is heel leuk. Zie? Alright. Oké. Ik zal mijn mobiel er even bij pakken en doen alsof ik op Instagram zit. Zijn ze een item aan het opnemen over dat Instagram likes weg gaat halen? Ga je me over shoulder bij me filmen? Ja, komt er ook. Oh, oké. Okay. Een paar shotjes, zeg okay, maar. Oké, cool. Een zoekje. Tadaa. Oké, komt een zoekje. Komt er over shoulder. Ja, doe even flight mode uit, dan maakt dat uit. Ja, dat is het. Oh. Zoek naar de telefoon. Moet je een close-up van like zien? Is dat ja, interessant? Ga ik dat doen. Oh, okay. Ja, als je gaat op de school van mij. Ja. Kleine, ik heb deze. Even een close-up. Oh. Ja. Ah, 5 seconden. Mm-hmm. Yes. Cool. Nou. Hartstikke goed. Yay! Oh man, wat een dag. Ik ga aan de slag weer. Het is 2:15 voor ze boven te editen. Ik ga hier editen. Moet gewoon even goed vooruit editen. Ik heb nu 1 zaterdag video. Dat is die met Dylan. Dat is dan voor komende zaterdag. We vliegen op donderdag. Dus die daarna wordt in Bali opgenomen. Ik weet nog niet wat, maar dat ga ik daar wel zien. Ik heb wel wat ideetjes natuurlijk, maar I don't know. Anyway. Ja, ik ga deze editen en daarna is alleen nog maar vlogs editen, zeg maar. En we gaan gewoon daar werken. We hebben laptop mee. Max en ik werken aan een project daar. Ja. Ik kan gewoon niet geloven dat we een maand op reis gaan. Ik wil zeggen, ik heb het nog nooit gedaan. Maar ik heb natuurlijk wel eens gekampeerd met Foeven. Maar ik, zeg maar, in mijn volwassen leven ben ik nooit echt een maand weg geweest. Dat vind ik best wel een dingetje. Ik vond toen Japan 3 weken al, zeg maar. Dat ik dacht, dat was lang. Maar nu is het gewoon een maand. Een maand. Oké, ik ben even eten aan het klaarmaken. We hebben hier asperges. En ketchup. Tempeh. Klopjes. Ik heb allemaal uit de vriezer zo. En dan heb ik ook nog een rijst. Ik heb ook wel omdraaien. Mijn niche. Met haar staartje dan. Lekker ding ben je ook, hè? Ja. Wil je iets vertellen? Oh, je staart ligt in de weg. Nee, de staart moet hier. Oké. Kijk dan. Ben? Je zou altijd maar zo'n floefje kwast bij je hebben. Gewoon zo. Make-up doen zo. Ja. Ik ben ook hier achter de laptop. Nou zeg. De laptop bezig voor het project waar Max en ik mee bezig zijn. Zullen we op Bali denk ik wel wat meer over vertellen. Maar dat is ook iets wat we op Bali gaan doen. Dan gaan we echt, dat hebben we zo voorgenomen om daar aan te gaan werken. Goed, Lauw en Arsje en er zo gaan we heel even op Foefje's laptop iets van een vlog editen. En dan die zon, man. Oeh, wel lekker hoor. Maar precies waar ik zit te werken. Daar heb ik geen rekening mee gehouden toen ik het bureautje hier had gezet. Dit is niet de plek als de zon op dit tijdstip hier staat. We hebben bezoek! Yay, Big Girls Reunie! Oké, inmiddels zijn we uren verder. We hebben... Black Mirror gekeken samen. Ja, alsjeblieft. Wij zijn in slaap gevallen op de bank. Welke aflevering hebben we gezien? Die ene van... Een soort van de horror game. Je blijft er maar aan denken. Het was een hele gezellige dag. Ik ga de vlog afsluiten. Welterusten, bedankt voor het kijken. En tot morgen. Bye.